Goedenavond. Het is 25 mei. Dit is een nieuwe aflevering van Wij zijn onpartijdig en politiek correct. En vorige keer toen hadden wij hier de raadslieden van Ommen in de uitzending. En die hadden nogal flink wat opmerkingen over de BOH, over de bestuursdienst Ommen Hardenberg. Dus ik denk, nou, het is heel erg leuk om toch weer wat mensen uit te nodigen van Hardenberg. En ik zeg altijd, ik begin altijd eerst bij de dame, maar ik heb er nu twee. Dus mevrouw Hansen, wilt u zich even voorstellen aan de kijkers? Ik ben Stella Hansen, ik ben raadslid in Hardenberg voor D66. En mevrouw Baarslag? Petra Baarslag de Munnink. Ik was van Leefbaar Hardenberg. Daar gaan we net straks al alles over horen. En ik ben sinds kort weer helemaal terug bij de VVD. Terug op het oude nest. Terug op het oude nest met een nieuwe visie, met een nieuwe kijk en met nieuwe mensen. Oké, nou daar mag u ons straks helemaal over inlichten. Dat horen we u graag aan. Hebben we nog een uur? Nou, wie weet. Misschien maken we er een vervolguitzending van. En ik heb ook hier aanwezig meneer Roelofs. Arjen Roelofs, uit Hardenberg. En ik ben het enige niet-raadslid. Maar je zit hier wel met een bepaalde visie, met een bepaalde mening. En ja. Jij bent ook aspirant raadslid, heb ik begrepen, van het CDA. Ja, ik zit op de reservebank. Dus ik ben de eerste reserve. Als er een plek vrijkomt, dan sta ik klaar om mijn plek in te nemen. Oké, en dat heeft ook te maken met in feite wat we laatst hoorden. Ja, wij werden ineens verrast door de mededeling van uw fractievoorzitter. Hij droeg het fractievoorzitterschap, hoe moet je dat noemen geloof ik, hè? Dat droeg hij over aan meneer Breukelman, die we hier overigens al in de uitzending hebben gehad. En die kijkers nog steeds kunt nakijken op Wij Zijn TV. Zou ik zeker nog een keer doen dan, als u daarin geïnteresseerd in bent. Maar ja, meneer De Graaf of meneer Van der Valk, die gaat niet weg zonder meer. Maar die heeft daar een bepaalde reden voor. Kunt u ons daar iets van vertellen? Hij gaat verhuizen. Hij verhuist naar buiten de gemeente. En waarom gaat hij dan niet gelijk uit de raad al? Dat is een keuze. En daar neemt hij zijn tijd voor en dat is terecht. En dat vindt u terecht. Goed overleg gegaan. Dat vindt u terecht. Daar heb ik geen inhoudelijke mening. Daar heb ik geen inhoudelijke mening. Dat is besloten in overleg met de fractie. En als hij dan weggaat, dan staat u eigenlijk al in de startblok om het vaandel van hem over te nemen. Ja, ik draai al volledig mee als schaduwfractielid. Mm-hmm. Dus ik ben al bij alle fractievergaderingen en alles wat daaromheen gebeurt. En daarnaast ben ik ook nog bestuurslid. Ja. Ik doe ook de bestuursvergaderingen en ik lees mij in de dossiers. Dus en ik las op Facebook al markante uitspraken van u. Van u gaat nieuwe zwoeng brengen in de gemeenteraad. En wat is dat voor zwoeng? Op Facebook las u dat. Ja, ja. Dan bent u goed op de hoogte. Ja, ik lees alles wat ik onder ogen krijg. Dus ook Facebook. Ik doe net alsof ik er nog gewoon helemaal bij hoor. Dus, Nee, ik ben er wel druk mee al vanaf de vorige verkiezingen, 2014. Toen stond ik op de lijst en kwam ik net niet in de raad. Nou, dat gebeurt. Maar dat leverde me wel de tijd op om een aanloop te nemen en om mij goed in te lezen in alles wat er gebeurt. Want het is toch complexer dan je van tevoren denkt. In eerste instantie is het alleen maar leuk totdat je er echt in gaat verdiepen en dan wordt het pas ingewikkeld. Dus ik ben wel blij met mijn aanloop. En in die tijd heb ik wel een hoop kunnen leren en een hoop kunnen observeren en actief kunnen meedoen. Mm-hmm. Maar dan gewoon niet op een van die mooie stoelen, maar vanaf de bank waar je geen koffie krijgt. Vanaf het harde bankje. Waar je geen koffie krijgt. Ja. En geen pepermuntjes. Daar klagen mensen ook over, hè? Ja, daar wordt over geklaagd. Maar daar zit ik dan wel tussenin. Ja. Dus dat is wel het voordeel. Je zit wel tussen de mensen die daar komen omdat ze inhoudelijk zich betrokken voelen bij een onderwerp. Gisteren hadden het mensen uit Lutten bijvoorbeeld. Ja. En dat is wel prettig. Daar gaan we straks nog even over praten, want er was een volle zaal, hè, was er gisteren. Ja, voor de tweede keer. Voor de tweede keer al, ja. En nou, bedankt. Is het al enigszins in zicht wanneer dat gaat gebeuren dat meneer Van der Valk weggaat? Nee, er is nog geen datum. Er is helemaal geen datum voor. Nee. Ja, het is de crisis, hè. Het huis verkopen, dat gaat natuurlijk niet zo snel op dit moment. Of is hij daar al druk mee bezig? Of? Hij is het huis staat in de verkoop. Ja. Hoe druk ben je er dan mee bezig? Dan is het aan de makelaar meestal. En dan is het wachten tot er iemand komt die daar belangstelling voor heeft. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Absoluut. En de kijkers hier, die kunnen alvast kennis met u maken. En die weten dan wat voor fris bloed er in de plaats voor in de komt. Hè? Want jullie hebben dan ook toch wel een klein beetje een vernieuwings- of een verjongingsslag bij het CDA. Ja. Een hele jonge fractievoorzitter. En u bent ook niet piep, maar ook niet stok. Hè? Dus, het is wel geweldig. In een raad, dan ben je in één keer weer jong. Ja. Voor mijn kinderen ben ik oud en voor de raad ben ik jong. Ja, maar voor kinderen. En ja, mevrouw Baarslag, om even toch over wisselingen te waren. Ja, u verraste vriend en vijand, als ik dat zo mag betitelen, zo is de uitdrukking maar even. U had ooit een eigen partij opgericht, Liberaal Hardenberg, en u zat daarvoor bij de VVD.
En dan toch ineens weer de switch terugmaken naar het vertrouwde nest. Ja, nou, ik heb iedereen verrast, maar vijanden heb ik niet, dus dat kan niet. Nou... Maar voor vrienden, voor vrienden was het ook een verrassing. Ja. Het was ook een snelle actie. De VVD heeft mij al een paar keer benaderd, al voor de verkiezingen. En ik deed allemaal zo geweldig goed. Ja, ik zeg ik, omdat we één zetel hebben. Maar ik heb natuurlijk ook een schaduwfractie die heel goed meedeed. Mm-hmm. En nou ja, op dat moment zeiden wij van, dat is prima, maar als we het heel goed doen... was het besluit van en bestuur en de fractie, dan kom maar bij ons. Maar dat was niet echt de bedoeling. En toen heb ik naar de verkiezingen eens gekeken en denk, nou, ze doen het wel aardig. Het schuift op qua beleid. De hele fractie is vernieuwd, want ik ben er natuurlijk niet voor niks uitgestapt. Daar wil ik het verder niet over hebben, maar het had met de mensen te maken. Dus er zit een hele nieuwe fractie. Maar dat vind ik juist wel leuk om het daarover te hebben. Ja, schattig, hè? Dan gaan we het toch maar niet doen, dat heb ik toen niet gedaan. Vind ik ook niet chic om te doen. Maar je vond die mensen niet zo gezellig om mee samen te werken? Nou, dat is een zwak uitgedrukt. Laten we daarmee houden. Maar weet je, we gaan door naar de toekomst. Is en 9 dat vond jaar u geleden. Geen werkbare situatie meer. Daarom ben ik uitgestapt. Dat is ook logisch gevolg ervan. Ben ik zelf begonnen voor mezelf. Ja. En dat is in één weekend ook besloten. Maar u had een partij opgericht? Maar wacht even, ik wil het even afmaken. Okay. Dus toen zijn we, ben ik begonnen met Liberaal Hardenberg. Dat is in één weekend besloten. Dat is allemaal in gang gezet. En dat ging prima. Er kwamen allemaal kwalitatieve mensen bij. Die zeiden, we gaan jou support geven. Oké. Okay. Nou, dus in de loop van de jaren werd ik dus toch al redelijk vaak in de raad geperst met van wij zijn de meest liberale partij. En dat deed de vorige fractie van de VVD. En toen dacht ik, ach, het is ook wel zo. Hè. Laat ze nou met dat liberale. Hmm. We maken er gewoon leefbaar van. Want we doen veel meer voor het leefbare gedachtegoed in Hardenberg. En we gaan luisteren bij mensen. We hebben inloopspreekuren. We hebben van alles en nog wat gedaan. En vorig jaar dacht ik van ja, eigenlijk doen ze het wel goed, die jongelui daar, hè? Bij de VVD. En ik had wel drie opties, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik wilde gewoon dat de oppositie sterker zou worden. Sorry, maar zo zie ik dat. De oppositie vindt ik moet sterker worden en die moet meer gaan samenwerken. Dan kun je ook een keer een glas, een deuk in een pakje boter slaan. Dus toen dacht ik, nou, VVD is toch mijn eerste keus. Omdat de club vernieuwd is, omdat ze qua beleid veel liberaler en leefbaarder zijn geworden. En toen, Bert had al een paar keer gezegd van, zullen we een oost, Bert Gelling, voorzitter van de VVD. Was ook hier in de uitzending al, ook in de eerste uitzending, dus dat kunt u ook nog een keer nakijken. Maar wil je het nou afhoren? Of nee, ja? Ik moet ook dus af en toe wat informatie zijdelings aan onze kijkers geven. Ja, dat snap ik, maar ik ben het verhaal aan het vertellen, dus dan moet je even luisteren. Ja, maar wij hebben een uitzending, we hebben niet een dialoog, maar... Nee, maar als je nou het eind van het verhaal ook nog wil horen, is dat wel leuk. Dus Betty, die wilde dat gesprek aangaan en we hebben gezegd van nou, ik heb nog wat wensen, die zijn ingewilligd. En vervolgens hebben we dat heel snel gedaan, want ik hou niet van lijstverbindingen, daar ben ik heel eerlijk in. Je maakt een stap of je maakt geen stap. En daarom hebben we als VVD gezegd van nou, we gaan verder. We gaan op voor de 7 zetels. Arjen? Perfect. Maar ik had u een vraagje gesteld tussendoor. Kon je ook lid worden van Leefbaar Hardenberg of van Liberaal Hardenberg? Of je lid kon worden? Ja, toen dat tijd. Had hij ook leden? Betalen ja, zeker. Leden. Nou, je hebt bijvoorbeeld ook partijen in Nederland waar je geen lid van kan worden. Die gewoon, zelfs in de Tweede Kamer, hè, bijvoorbeeld de PVV, daar kan je geen lid van worden. Oh ja, ja. Nee, bij ons kon je wel lid worden. Nou, ja, en heeft u dat ook met het ledenparlement besproken? Of, ja, zeker. Ja, allemaal door de ledenvergadering. Want gedaan. U heeft nu, uw Leefbaar Hardenberg heeft u nu opgeheven. Dat bestaat niet meer. Ja, wij hebben Leefbaar Hardenberg. Ja, ja. Bestuur heeft het geagendeerd in de ledenvergadering. En dus daar is besluit genomen. Ter ziele, exit. Ja, nou zoiets. Ja, en dat vond iedereen, waren er niet een paar mensen bij die zeiden van, ah toch mevrouw, ga toch gewoon individueel door. Ja. Toen zei u, nee, doe het lekker niet, ik ga toch bij de VVD. Je moet mijn woorden niet gaan invullen. Nee, ik heb gezegd, ik heb uitgelegd dat het strategisch beter is voor de toekomst. Ja. Als je met een partij doorgaat die dan 4 zetels heeft en in potentie... bijna 6 zetels heeft, dat je dan veel sterker staat in de dingen die je uit wil voeren. Kijk, ik heb wel wat gerealiseerd in de afgelopen jaren, maar het zijn meer denkbeelden, hoe je om moet gaan. Arjen weet er alles van, hoe ik erover denk. En ik vind het ook heel fijn dat hij die kant uitgaat, dat hij nou in de raad komt. Je moet veel meer luisteren naar mensen. Mensen weten heel goed wat ze willen voor hun eigen omgeving. En je kan heel veel opleggen van boven naar beneden. Stella weet er ook van, die handelt ook heel vaak zo. Ik denk, ja, dat is het nieuwe elan wat er in de raad moet zitten. U wordt genoemd, mevrouw Hans. Bent u het daarmee eens? En ook met de... Nou, ik heb eigenlijk eerst nog een vraag aan mevrouw Baarslag. Ja. Welke punten heeft de VVD bij u ingewilligd?
Daar ben ik wel maar dat, dat is een interne naar. Affaire, zullen we maar zeggen. Dat kunt u niet in de openbaarheid doen. Nou. Maar waren de heikele punten dan waarvan u zei van... Nee hoor, want Bert zei gelijk van het is allemaal goed. Dus zo ingewikkeld was het niet. Okay. Het zijn meer dingen van wat wil je gaan doen, welke functie... Nou ja, dat soort zaken. Maar nou dan nog even, hè, dat lokaal. Hè, dat was ook bij de verkiezingen, hè, stem lokaal. Hè, er waren heel veel mensen, lokale partijen. Hè, dat is, in een gemeenteraad moet je eigenlijk geen verbintenis hebben met landelijke partijen. Sorry naar u beiden toe. Maar, en u bent eigenlijk iemand die helemaal, dat doet u wel meer geloof ik, hè, maar helemaal omgekeerd bent. U gaat gewoon weer bij een landelijke partij. En mist u dan niet iets van die lokale inkleuring meer? Nee, want wij hebben alle onderwerpen die wij onlangs de laatste jaren aan de orde hebben gehad. Daar zie ik een draai bij de VVD. Ja, dat heeft met de windmolens te maken. Ja. Wij hebben gezegd, die kosten alleen maar, die leveren niks op. Doe die mensen dat niet aan. En we hebben het over betaald parkeren gehad. In het verleden was het zo, ja nou we gaan maar mee met wat het college wil. Maar je ziet de kentering nu, die winkels die staan gewoon leeg. Je kan er van alles voor bedenken, maar betaald parkeren is een issue voor veel mensen. Groenstroken? Ja, groenstroken. ik had het er van de week nog over met de inspreken met Francis. Die groenstroken, dat snippergroen, ja daar hebben we ons ook heel druk voor gemaakt. Maar mevrouw Hansen die had... En dat heeft de VVD dus, die omslag hebben ze gemaakt. Ja. En anders hadden we niet terug kunnen gaan. Bent u tevreden met het antwoord van mevrouw Baarslag? Nee, natuurlijk niet, want ze geeft geen antwoord. Ze zegt dat een interne aangelegenheid is. Is dat niet iets wat politici eigenlijk nooit doen? Of, nee, sommige politici kunnen dat... Uw partij doet dat wel altijd. Ik kan alleen voor mezelf spreken, niet voor al mijn partijgenoten. Ja, dat toch wel voor uw fractie, toch? Of, Maar in principe proberen we wel te zeggen waar we voor staan. Of wat de achterliggende gedachte is. Ja. En de nieuwsgierigheid is toch van het partijprogramma van Leefbaar en het partijprogramma van de VVD week op een aantal punten best van elkaar af. En dan ben ik ook naar de toekomst toe gewoon nieuwsgierig. Weet u nog die punten dan? Als van elkaar... Ik zou ze niet allemaal weten, maar onder andere windmolens, daar verschilde men van mening. Asielzoekersbeleid verschilde men van mening. VVD heeft ingestemd met AZC, Leefbaar heeft niet ingestemd met de komst van het AZC. Nee, wij hebben gezegd maximaal 500. U heeft en omdat dat niet gehonoreerd werd, u heeft niet dus tegengestemd. Ja, nee, maar het gaat om de inhoud. En de inhoud is dat de VVD ook heeft gezegd, wij gaan tot maximaal 500. Wij vinden het niet verstandig om meer te doen. Ze vonden het niet verstandig, maar ze zijn wel akkoord gegaan. Ja, precies. Nou ja, wij hebben het niet gedaan. Ja, maar dat zijn dus de verschillen die er waren. Ja. En dan ben ik heel nieuwsgierig naar de toekomst toe van... Volgen we het oude VVD-spoor zoals dat ooit ingezet is in de afgelopen raadsperiode? Heb ik het niet over de vorige, maar in de huidige raadsperiode? Of heeft de komst van Leefbaar een dermate grote invloed binnen de fractie dat er opeens een koerswijziging plaatsvindt? Ja, weet je, ik kan alleen maar zeggen, ga het volgen en dan zien jullie wel waar het naartoe gaat. Maar we hebben dus duidelijke afspraken gemaakt dat het Leefbare ingebed wordt in het beleid van het landelijke. Van de VVD dus. Nog één vraagje. Hè? U had het net over gaan we een koers. Was het niet handig als u bijvoorbeeld met Op Koers, dat is ook een lokale partij, heeft u daar ook mee gesproken? Of was nee, het maar er waren, bij de VVD? Er waren drie partijen waarvan wij hadden gezegd van nou, misschien, maar de eerste is, want ik ben toch eigenlijk, ik was provinciaal bestuurslid bij de VVD en ik heb nooit wat met de VVD gehad. Uiteindelijk vond ik het Leefbaar veel leuker om te doen, want het is echt waar. Maar ik hoefde die partij niet te beschadigen. Nou, de mensen zijn weg die er toen zaten. Dus ja, dan kun je je afvragen waarom je naar een andere partij moet. Dus we hebben gezegd, eerst die partij en dan zien we weer verder. En u was ook nog niet zo lang geleden nog beschikbaar voor de OSF, hè? De onafhankelijke statenfractie. Ja. Ja. En dat is toch wel een hele omslag, hè? Van het onafhankelijk ineens toch weer... onder de landelijke, nou moet ik dat netjes zeggen, paraplu. Ja, maar weet je, je hebt meer landelijke partijen die lokaal heel erg kijken naar wat leefbaar is en wat verstandig is om te doen. En die laten gewoon wat landelijk besloten wordt los. Mm-hmm. En de windmolens is zo'n onderwerp waar de VVD helemaal is gaan draaien. Nou, dat vind ik heel verstandig. Je kan alles wel volgen wat ze landelijk willen. Mm. Maar dat hoeft niet goed uit te pakken voor de gemeente, hè? Oké, nou duidelijk lijkt me.
Bedankt voor uw antwoord en we gaan het allemaal meemaken hoe dat gaat draaien binnen de VVD, binnen die grote VVD-fractie nu. Ja, hè? Absoluut. Want dat was gisteren nog even in de raad, hè? Want dan krijgen bepaalde mensen die mogen dan een stemverklaring doen, hè? Of die worden naar het katheter geroepen. En ja, jullie partij was ineens net zo groot als die van de Partij van de Arbeid. En ja. Daar was iemand niet aanwezig, dus jullie hadden de voorkeur. Hè? Dat ging over onder andere over de school waar meneer Roelofs het net over had. Maar ook over de bestuursovereenkomst met de oma en Hardenberg. En dat clashte nogal. Ik vond dat wel frappant. Hoe vond u dat? Misschien even voor de kijkers. Ja, dat duidelijk misschien maken. Even uitleggen. Ja. De colleges van Ommen en Hardenberg hebben een bestuurlijk manifest geschreven. Ja. Waarbij ze eigenlijk een plan van aanpak hebben geformuleerd om tot verdergaande bestuurlijke samenwerking te komen. Mm-hmm. Dus wat in Ommen gebeurt, kan dan niet op dezelfde manier in Hardenberg of andersom. Mm. Waar kun je synergie krijgen, waar kun je efficiëntie krijgen? We hebben al de ambtelijke organisatie gefuseerd. Hè? Mm-hmm. Eén ambtelijke organisatie voor beide gemeentes. Waar het gisteren in de raad vooral om ging, gaan we in de toekomst wel of niet fuseren? Willen we in de toekomst wel of niet fuseren? Terwijl, bestuurlijk bedoelt u, dus gewoon één gemeente dus worden. Dat het één gemeente wordt. Ja. Laten we het maar gewoon bij de naam noemen. Ja, die roze olifant. En dan noemt u het nog een fusie, geen annexatie. Geen annexatie. Ja. Alleen, dat is natuurlijk niet de intentie van het manifest dat door beide colleges geschreven is. Volgens sommige partijen wel. Daarom kreeg je dus een discussie over de inhoud van het manifest. Is dat goed genoeg en zijn dat de goede stappen die we gaan nemen? En andere fracties bleven het maar hebben over, gaan we nu wel of niet fuseren? Ja. Willen we fuseren, willen we niet fuseren? Mag je het woord fusie in de mond nemen? Nou, is er in ieder geval één partij die zegt, spreek dat maar niet uit en dat is Ommen. Ommen heeft te kennen gegeven absoluut niet open te staan voor een fusie. Nee. Waarom niet, denkt u? Ik denk maar dat zie je bij alle gemeentelijke herinrichtingen. Op het moment dat een kleine partij gaat fuseren met een grote partij, voelt het als een annexatie. Hmm. Dat is een gevoel. Ja. En tegen gevoelens kun je moeilijk rationeel argumenteren. Maar je moet het wel erkennen dat gevoel er is. Ja. En dat Ommen zegt van nu even niet, vind ik ook echt een hele goede hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen instelling. Maar dat wij als gemeente van Hardenberg gaan kijken van wat zou een fusie positief opleveren en wat zou een fusie negatief opleveren. Ja. Dan hebben we het nog helemaal niet over we gaan fuseren of niet, maar we gaan onderzoeken wat de toekomstscenario's zijn en wat de positieve en de negatieve effecten zijn, want dan weet je waar je het over hebt. Is dat dan niet hele lange termijn politiek? Dat kan hele lange termijn politiek zijn, maar als minister Plasterk het op zijn heupen krijgt, en dat heeft hij het wel eens, dan kan hij opeens roepen dat er vanaf morgen alleen maar gemeentes van 75 of meer duizend inwoners zijn. Dat kan hij niet morgen, want hij heeft gezegd in deze ambtsperiode gebeurt er niks. Nou, ja, dus dat kan hooguit naar de volgende verkiezingen. Ja, en die zijn al vrij snel. Ja, de een zegt morgen. 2017 en de ander zegt misschien nog wel in 2016 als we niet uitkijken. Ja, sommige mensen hopen dat ook. Maar alleen denk ik dat het wel belangrijk is dat je als gemeenteraad ook voor je eigen bevolking heel goed informeert en vooruitkijkt van wat zijn de eventuele consequenties. En dat wil helemaal niet zeggen dat wij per se Ommen erbij willen hebben. Nee. Maar als we zeggen dat we een sterk vechtal willen hebben, dat we een goede partner van Zwolle willen zijn, dat we een goede verbinding naar Duitsland willen zijn, dat ze als het ware niet meer om ons heen kunnen, dan denk ik dat je als raad een goed besluit neemt om goed te inventariseren wat de consequenties zijn. En daarnaast zeggen wij van D66 en van WC Eend, wij zijn voor de samenwerking met Ommen, want wij hebben zelfs als voorloper van de VVD zelfs al een fractie vechtal, of een bestuur vechtal. Waar zit Ommen, Dallersen en Hardenberg is al een bestuurlijke eenheid van D66. Ja. En dat zouden wij zelfs. Want ik dacht even dat u
ouder was dan, want ik denk met nee, we zijn jaar zeker niet ouder dan de VVD. Nee, maar hoe zit het CDA erin, meneer Roelofs? Want u bent een beetje stil en ik denk, nou, ik wil toch wel even een mening. Ik wacht netjes tot ja, u mij. Ja, zo is dat. Dat moet u niet doen hoor. U moet gewoon, als u onzin hoort of wat dan ook, nou ja, gewoon even ertussenin breken. Dat is niet sprake van. Wat u zegt van ik denk op zich dat de politiek ja, een beetje fatsoen niet meer staat. Nee, maar daar valt het wat mij betreft ook onder. Maar als u mij het woord geeft, dan heb ik daar absoluut een mening. Ja, maar goed, ik geef u de vrijheid om, als u zegt interpretatie, hè, of interpellatie noemt men dat, gewoon af en toe even te zeggen van, hè, uw fractievoorzitter, meneer Van der Valk, deed dat ook altijd zo mooi. En dat hij toch af en toe wel eens tegen de mensen zei van, ho, ja, ik weet niet zo gauw tegen wie die dat vaak zei, maar ik kan ze soms wel met de neus aanwijzen, maar... Je kijkt dat niet naar ja, mee, hè? Nee, oh, dat zou ik niet durven, maar... Maar Arjen en ik doen dat niet met elkaar. Nee, volgens mij. Nee, maar niet zo... Hoe gaat het, laat me het even eerlijk doen, hoe gaat het CDA daarmee om? Nou, het CDA heeft net als D66 en de VVD al wel contacten tot aan Zwolle. Mm-hmm. Dus wij organiseren ook bijeenkomsten samen met de fracties van Ommen en Dalfsen en Zwolle. Het ligt dan niet helemaal toevallig op mijn bordje, dus daar zit ik middenin die samenwerking. Mm-hmm. Maar het begint niet formeel van we gaan samen, we gaan fuseren. Je moet dat gewoon de tijd geven. En waar je een beetje mee moet oppassen is dat de gemeente wel zijn eigen identiteit behoudt. Ommen is gewoon inhoudelijk een hele andere gemeente. Hmm. Zit anders in elkaar, heeft andere prioriteiten. En dat is ook een deel van de angst. Is het ook niet een beetje heel traditioneel denken dat je dus weer tot één grotere gemeente moet komen? Kijk, als je bijvoorbeeld in buurlanden bij ons kijkt, hè, die hebben dan een gemeenschap, een kreis, hè, een landschapsdeel noemt men dan. Daar heb je dan autonome besturen, maar ze hebben dan bijvoorbeeld één gemeenschappelijke raad. Ja, maar dat is de invulling van de organisatie die ja, je nu noemt. Ja, maar ik denk ook niet dat het fuseren nee, betekent dat er vervolgens één bestuurder mm-hmm, aan het hoofd staat. Je hebt altijd een nee, maar wat je nu ziet hier in Nederland is dat hè, bijvoorbeeld het woord één gemeente, we hebben dat ook gezien hè, met toen gemeente Averreest en Gramsbergen werden toegevoegd. Hè, toen was het gewoon de gemeente Hardenberg. En je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou we maken daar een landschapsdeel van hè, met zeg maar een soort iets meer grotere plaatselijke belangen, maar die dus dan in feite dat gaan vertegenwoordigen. Ja, je zou een hele andere ja, structuur kunnen kiezen, ja, maar ik denk dat dat op zich niet aan de orde is. Als nee, je kijkt naar ja, Gramsbergen is nu opgegaan. Je zit bij een landelijke partij, dus je zou dat ook binnen uw landelijke partij kunnen verkondigen. Als je graag aan het woord wil hebben, ja, dan moet ik ook even het woord geven, wat mij betreft. Dat zat ik ook net te denken. Maar als je ziet hoe het met Gramsbergen is gegaan, dat was ja, natuurlijk ook zelfstandig, is ja, samengegaan met Hardenberg. Ja. En wat zie je dan tijdens verkiezingen gebeuren? Dat een gemeenschap als Gramsbergen heel erg inzet van wie staat er vanuit Gramsbergen nou op de lijst. Ja. En daar stemmen wij als Gramsbergers op. En dat zie je overal in het gebied gebeuren. Ik denk dat het een van de redenen is dat ik niet in de raad kwam. Ja. Omdat ik uit Hardenberg kwam. We hadden al Martijn hadden we hier al uit de buurt. Piet Kees van der Wel komt hier uit de wijk. Dus nou, dan zijn mensen traditionele denken uit. Ja. Schuine Sloot kwam ja, er iemand bij. Gramsbergen kwam er iemand bij. En ik denk dat is hoe het werkt. Dus dat je ja, dat niet helemaal tot op het bord moet willen organiseren. Zoiets wijst zich. Maar je moet het wel de tijd geven. Hoe lang geven, gaat dat dan duren voordat die gemeentes eigenlijk allemaal één worden? Ik denk dat je daar geen tijd voor moet noemen. Je ziet nu dat Ommen duidelijk aangeeft, we zijn er niet klaar voor, de timing is niet ja, goed. Dan moet je dat de tijd geven, maar niet achterover gaan hangen en dan niks doen. En ik denk dat de stappen ik doe maar even net of ik erbij hoor al inderdaad. Ja, maar daar bent u ook hier voorbij. De strategie die we gisteren hebben gekozen is, je moet niet wachten totdat iemand zegt, nou nu kom ik wel in de richting dat we eens kunnen gaan nadenken. We willen nu duidelijk zeggen, wat zouden de gevolgen zijn? Laten we daar eens over praten zonder dat we daadwerkelijk direct over een fusie hebben of samengaan of annexatie. Dat soort termen zijn helemaal niet aan de orde. En je ziet dus ook dat informeel zijn er al heel veel contacten. En dat zul je uit moeten bouwen. En daar staat geen week en daar staat geen jaar voor. En daar moet je ook geen termijn op willen plakken, want dan ga je juist die sentimenten weer aanwakkeren. Maar toch komt er een werkgroep, had ik begrepen, of een hoe noem je dat, die toch een onderzoek gaat plegen? Ja, de burgemeester heeft het gisteren teruggelegd in de raad. Met het verzoek om het vanuit de raad dat onderzoek te starten. Dus meneer Boersma van de ChristenUnie heeft dat enthousiast ja, opgepakt. Dus daar is het begonnen. En nu is het een kwestie van invullen. Maar die was er wel wat selectief in, hè, had ik begrepen. Hè? Wie daarbij mocht komen in die groep of niet. Nou, niet een kwestie van selectief. Maar dat je wel met een open vizier zo'n onderzoek moet gaan doen. Ja, ja. En niet bij voorbaat. En niet met vooringenomenheid. Ik vind het trouwens jammer hoor. Ik denk dat je veel beter, alle fusies die ik ooit heb meegemaakt op landelijk niveau, dan gaat er altijd om dat je eerst met z'n tweeën zegt, wij gaan nu onderzoek doen naar de voor's en de tegen's. Maar dan heb je het al over wat er uitkomt voor en tegen, dat je dat accepteert en dat je daar wat mee gaat doen.
Maar dan ben je het met elkaar eens dat je die kant uit gaat. Mm-hmm. En als wij als raad zelfstandig een onderzoek gaan doen, ja, ik kan mij voorstellen, de gevoeligheden die in onder zijn, en misschien terecht, misschien niet terecht. Ik heb ook de fusie meegemaakt met Vechtdal College, dat was ook toch best een heel gedoe en later bleek het allemaal helemaal goed uitgepakt te zijn. Mm-hmm. Dus als die gevoeligheid er nou ligt, ga dan niet zelfstandig een onderzoek doen. Zorg ervoor dat je dat met z'n tweeën kan doen. Dan heb je met z'n tweeën al een keuze gemaakt richting de toekomst. Maar dat was dus ook en wat er daar dan uitkomt, voor en tegen, dan is het maar helder. Ja. Maar goed, maar dat was de reden waarom ook D66 inbracht van laten we ook vooraf al proberen de Ommense Raad in elk geval te informeren en een stuk mee te nemen waarom we dit gaan doen. Goed idee eigenlijk, lijkt me. He, dat je toch een beetje... Ja, en dat kun je dan heel formeel neerleggen, maar ik denk dat je het gewoon als collegiale raad gewoon gaat uitleggen van waarom gaan we dit doen. En niet omdat wij per se een fusie willen of dat wij willen annexeren. Nee, we willen kijken wat zijn de eventuele voordelen voor beide gemeentes die we eruit kunnen halen. En ook de nadelen. En kijk, de nadelen nu, brengen we net zo goed in kaart. Als er nu veel nadelen uitkomen. Dan moet je daar ook helder in zijn. En je zegt toch dat het verstandig is om te fuseren. Omdat wellicht inkrimping van personeel. Of om andere zaken die je veel beter gezamenlijk kan doen. Ja, natuurlijk zijn er wat nadelen aan. Je moet alles benoemen. Maar dan weet je het maar. Ja. En dan kun je op dat moment een besluit nemen. En zeggen van dat gaan we zo tackelen. Dat gaan we zo aanpakken. En dan denk ik, doe het nou samen. En niet apart. Ik vond het jammer. Ja, maar er waagt ook nog niemand zich aan de conclusies op dit moment. Het is meer ja, maar er wordt onderzoek gedaan, hè? Met een redelijke vorm van emotie in. Ja. Laten we eens kijken of we dingen kunnen invullen. En dat we ook veel beter weten waar we het inhoudelijk met elkaar over hebben. En dat is niet van tevoren, het gaat die kant op. Of we hebben een fusie per datum X. Nee, maar de bedoeling is dat de voor- en de tegens in kaart worden gebracht. En dat je de Raad van Ommen uitsluit, zoals ja, vind ik wel. Boersma toch even deed. Denk van, goed, ik wil dat debat dan even niet in de openbaarheid voeren. Want dan denk ik van, ik ga het gesprek met Boersma wel aan om hem ervan te overtuigen van, voordat we überhaupt van start gaan, kunnen we ook aan de Raad van Ommen vragen, welke punten willen jullie meegenomen hebben in het onderzoek? Wat is voor jullie relevant? Maar de randvoorwaarden zijn gisteren ook niet vastgesteld. Er is alleen nee, maar Boersma kapte wel even af dat Ommen erbij betrokken zou worden in het vroeg stadium. Op dit moment is dat zijn eigen overtuiging en zijn persoonlijke mening. En hij gooit wat gewicht in de schaal. Hij heeft wel duidelijk uitgesproken van mensen die daar in die... noem het werk. Ja, dat zien we ook. Komen, heftig op een die zullen daar de randvoorwaarden voor bepalen. Ja. En daar kan iedereen bij zijn die zich daar toegeroepen voelt. Maar je moest wel in een bepaalde mindsetting passen. Nou, ik denk dat zo gaf hij dat wel aan. Hij zegt van, nou, mensen die dus niet met een bepaalde visie het eens zijn, met zijn visie, die vond hij bij voorbaat eigenlijk niet passen in zo'n werkgroep. Ja, maar uiteindelijk gaat, zeker als je die kant op wilt redeneren, gaat dat niet op. Nee, dat zeker wat mevrouw Baarslag ook zegt. Als je de kant op wilt van een samenwerking, fusie, geef het een naam, dan zul je dat met z'n allen moeten doen. En niet van wij van Hardenberg vinden dat en dus moet iedereen erachteraan hobbelen. Zo werkt dat niet. En dat betekent dat je ook als je zo'n onderzoek gaat uitvoeren, zul je dus ook heel eerlijk moeten zijn over de voor's en tegens en ook alle meningen daarin mee moeten nemen. En u zegt eigenlijk, er moet meer een organisch acceptatieniveau eerst komen, voordat je eigenlijk überhaupt over dat soort dingen kunt gaan praten en zeker niet eenzijdig. Ik denk dat het essentieel is dat er elke geslaagde fusie, als je terugkijkt, ook in het bedrijfsleven, is er wanneer er sprake is van organische groei, wanneer er synergie is tussen organisaties en wanneer het op noem het maar de werkvloer of de politieke werkvloer gedragen wordt. Dan betekent dat je gewoon naar een succesvolle fusie toe kunt werken. Het is altijd zo met alle dingen waar mensen moeten samenwerken. Als het niet gedragen wordt, is het gedoemd te mislukken. Ja. Nou ja. En dat is met dit ook zo. In het bedrijfsleven ook zo. Dat is in het bedrijfsleven ook zo. Als het met de klemmen moet, dan zegt u van nou, dan is het bedrijf gedoemd te mislukken. Als jouw buurman een straatje gaat omwieden of de tegels eruit en het is tegen jouw zin in, heeft geen contact met jou gehad, nou dan krijg je een clash. Ja. Zie ik jou als... Gaat u tegels leggen. Ik ben heel soepel daarin hoor. Daarom vond ik het jammer. Ik denk, gaan die mensen in om me nou niet voor het hoofd stoten. Ja. Ik krijg intern ook al geluiden van, dat zal best wel loslopen met samenwerking. Alleen je moet het niet gaan forceren met de mensen onderzoek. Waren hier 11 mei en die hadden toch iets van, een manifest. Waarom een manifest? Ja, maar dan heb je het over een procedure en een proces dat door beide besturen in gang is gezet.
zonder vooraf met de gemeenteraden daarover te overleggen waar willen wij naartoe. Dus de gemeenteraden werden beide geconfronteerd met een bestuurlijk manifest waar niet op voorhand over gesproken is. Dat was veel, ja. En dat is dus gewoon een communicatiefout van beide besturen. En daar viel me één ding ook op. Als het technisch inhoudelijk werd, dan werd het steeds afgekapt door de voorzitter. Waarom was dat eigenlijk? Want dat was juist wel interessant. Hè? Er kwamen onderwerpen aan de orde over bezuinigingen die bestuursdienst opbracht. En over de personele bezetting. En ja, dat zijn toch wel dingen waarvan mensen ook denken, ja, waar doe je het eigenlijk voor? Je doet het eigenlijk voor efficiëntiewens, toch? Lijkt mij, hoor. Nou, ik kan natuurlijk niet voor de voorzitter spreken. Ja, maar u zat in de raad, toch? Ik zat in de raad en ik zit er nog steeds in. Ja. Ik zit zelfs in de agendacommissie. En ja, wij proberen om vergaderingen niet te gort droog te laten worden, hebben we de afspraak dat we proberen zoveel mogelijk technische vragen vooraf te laten stellen aan het ambtenarenapparaat. En dan krijg je gewoon vanuit het ambtenarenapparaat antwoord. Je kunt een technische vraag ook politiek maken. En dan is het soms een moeilijk, het is niet zwart of wit, hè? Er is een grijs gebied. Ja. En de ene voorzitter zal het snel afkappen en de andere voorzitter laat het wat meer ruimte. Ja. En soms kost het afkappen meer tijd dan het te laten lopen. Dat kan gebeuren. Ja. En dan komt dat in de evaluatie van de agendacommissie terug. En dan horen we wel, of dan bespreken we met elkaar hoe het gegaan is en waar het beter kan. Oké, maar er was wel wat bezuiniging toch voortgekomen uit die bestuursdienst. Financieel bedoel ik. Dus, er is financieel resultaat behaald omdat er geld niet uitgegeven is dat wel begroot was. Okay. En dat kan twee dingen zeggen. Kan zeggen dat men erg ruim begroten heeft en dus op deze manier positieve pers kan halen als college. Of we hebben meevallers van het Rijk dat er meer geld binnengekomen is dan verwacht is. Ook. En dan misschien nog een heel klein beetje gerealiseerde bezuiniging. En in uw fractie had het ook nog over inhuren van personeel. Waarom dat allemaal zo duur is? Nou, dat inhuren van het personeel. Wij zetten daar een beetje een vraagteken bij. Want er wordt aan de ene kant ingehuurd. Aan de andere kant zit er iemand op en die moet de interne overtollige mensen weer uitzetten intern. Ja, dus aan de ene kant zijn de mensen overtollig, maar het zijn vaak appels en peren. Hè? Je kan niet zeggen. En dan worden ze weer geprobeerd in de organisatie uit te zetten. Daar zit iemand op om dat te doen, om ze extern uit te zetten, maar vaak is het ook intern. Ja. Dus we hebben een beetje een vraag of dat niet allemaal heel dubbel is en veel geld kost. Oké, ja, het is een ingewikkelde materie en dat is, neemt u aan, dat bedoelt u eigenlijk met gordroog. Gordroog is het als je echt om de cijfers gaat vragen van hoeveel mensen zitten nou precies op welke afdeling en hoeveel kosten die en doen ze werk dat binnen hun functieomschrijving valt of doen ze een project dat... Ik vind het allemaal veel dat wordt heel ingewikkeld. Het wordt heel ingewikkeld, En het probleem is echter, we hebben een bezuinigingsdoelstelling, maar we hebben ambtenaren in dienst die we dus gewoon niet kunnen ontslaan, dankzij minister Blok. Okay. En dat betekent dat of je zet die mensen intern aan het werk op projecten. Of je probeert ze... Of je thuis zitten met behoud van salaris. Nou, dat doen we vooral niet. Dat is zonder geld. Ja. Ze zijn dus uitzetten. Intern aan het werk. Of je gaat ze verhuren aan een collega gemeente bijvoorbeeld. Waar behoefte is aan een bepaald soort ambtenaar. Heel interessant. Nou, maar ik ben het met u eens. Het is wel heel vaak hele ingewikkelde materie. En, U als oud UWV'er moet daar toch heel erg bekend mee zijn. Nou, daar wil ik het eigenlijk liever niet over hebben. Dat is weer een heel ander verhaal. Nu wordt het waar ik het wel over wil hebben. Kijk, u zit, u dat toch heeft over UWV en sociale uitvoer. Dat is eigenlijk de WMO, hè, de uitvoer daarvan en de huishoudelijke hulp. En u zit ook geloof ik in een aparte, club vind ik zo'n populair woord, maar... Er is een sociaal... We hebben een klankbordgroep sociaal domein. Dat bedoel ik. Ik help u. Dat woord, dat zocht ik, ja. En wat doet die klankbordgroep? Klankbordgroep overlegt politiek breed, maar ook ambtenaar breed, organisatie breed. Met alle betrokken instellingen. Er is laatst ook een soort platform opgericht. Dan heeft u het waarschijnlijk over de samenvoering van de... Cliëntenraad, Participatieraad en de WMO-raad. Ja, exact. Ja. Ja, dat praten is weer we ook weer mee? Daar praten we ook mee. Ja. Nee, want er moet toch ergens een soort verbinding zijn tussen die clubs?
om te horen van wat gebeurt hier allemaal in de Je hebt natuurlijk enerzijds de participatie WMO-raad, de samenvoeging daarvan. Ik weet eigenlijk nog niet hoe die heet. Ik denk participatieraad, maar goed. Okay. No. Maar je hebt de klankbordgroep, maar die praat bijvoorbeeld ook met de sociale wijkteams. Ja. We gaan op bezoek bij zorg. Want het was wel interessant, althans ik vond dat interessant. De afgelopen tijd was, als in de media, dat flink wat gemeentes geld overhielden. Ja. Ten einde van die uitvoering. En hoe is dat bij Hardenberg? Houden die ook flink geld over? Nee. Die komen flink geld tekort? Of, je moet dan weer naar verschillende potjes kijken. Ja. Helaas zijn ze allemaal geschot. Maar we gaan waarschijnlijk aardig geld tekort komen op de zwaardere jeugdzorg. Mm-hmm. We zitten daar in een regionale uitvoering samen met 11 gemeentes. En blijkt dat er meer behoefte is aan zorg dan vooraf ingeschat. Ten aanzien van de jeugd. Ja. Dus daar zullen wij... Wat is dat dan? Hoe komt dat? Wat zijn dat voor mensen? Dat kunnen heel veel verschillende mensen zijn, maar dat kunnen bijvoorbeeld jongere meisjes met anorexia-problemen zijn. Dat kunnen kinderen zijn met zware vorm van autisme, waar dan ook gedrag bij voortkomt. Dat sociaal niet hanteerbaar is. Die mensen bouwen dan schuld op of wat dan ook? Mensen komen in aanmerking voor behandeling, maar die behandeling is behoorlijk intensief en behoorlijk duur. En als er meer kinderen in aanmerking komen voor dat soort behandelingen, dat is open eindcalculatie, betekent dat je dus gewoon extra geld uit moet geven. Ja. Je kunt niet zeggen, het geld is op, met anorexia patiënt, wacht maar tot je 35 kilo bent, want dat gaat hem niet worden. Nee. Het is wel heel bijzonder hè, dat we steeds meer problemen in de jeugdzorg krijgen. Heel apart. Maar ik dacht toch ook dat er behoorlijk wat financiële toestanden ontstonden met jeugd, schuldopbouw en dergelijke, doordat men bepaalde verplichtingen niet na kon komen. Dat jeugdigen weer bij ouders intrekken en dergelijke, omdat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. Toevallig was dat heeft ook met de economie te maken natuurlijk. Maar ook mensen die nog een baan hebben, te dure mobiele abonnementen en dat soort zaken en andere dingen. Schuld maken door gokken en gokverslaafdheid of andere vormen daarvan. Nou, dat is het toch van alle tijden wel. Alleen de economie speelt nou natuurlijk wel een hele grote rol. Mensen die niet aan de bak komen en jaren geen werk hebben, dan gaat je financiële huishouding... De landelijke overheid die vindt het inderdaad belangrijk genoeg om die mensen nog wat extra uitstel te geven. En gemeentes kunnen daarbij aankloppen, hè, om dat aan te geven. Of had u dat nog niet vernomen? Ik heb het toevallig gelezen. Oké, en hoe ligt dat in Hardenberg? Is dat, dat weet ik niet. Dat weet u niet. Welke portefeuille heeft u bij VVD? Nou, daar gaan we het nog over hebben. Daar gaat u nog over hebben, oké. Ja, want wat mij ook opviel, kijk, we hebben in de belangrijkste krant eigenlijk van heel Hardenberg, dat is de Denensvaartse Courant natuurlijk. Hè. Daarin stond: gemeente nam fout besluit. Denensvaartse krijgt meer huishoudelijke hulp. En gisteren was dat toevallig in de raad dat wethouder Jannes Jansen die zei van nee, de mensen die blijven hebben eigenlijk allemaal dezelfde indexering. En dan krijg ik dan toch zoiets voor mijn neus. En dan denk ik, ja, ik geloof die krant. En waar zit het dan fout, mevrouw Baarslag? Ja, Jannes heeft gisteravond iets gezegd in de raad. Ja. Wat een beetje haaks hierop staat. Ja. Ja, ik kan ook niet uitleggen ik waarom... Ik hoorde niet dat jullie daar tegen protesteerden. Dat je zei van nou... U zei eigenlijk allemaal van, nou, als dat zo is, wethouder, dan geloven wij u. Nee, we hebben niks gezegd, hè. Ja, maar we zwijgen stem toe, toch? Nee. Soms ben je fatsoenlijk, hè. Nou, even voor uw informatie, meneer Hoekstra. Het was een actuele vraag. En dat betekent dat op dat moment de wethouder een antwoord geeft. Ja. En dat betekent niet dat het een agendapunt wordt en ter discussie komt in de raad. En als wij vervolgvragen hebben, of we zijn niet tevreden over het antwoord, dan hebben wij gelegenheid genoeg als raad om daarop terug te komen. Maar dan kunnen wij ook dossierkennis opdoen en kunnen wij Maar even inhoudelijk, hè? Dus het is in feite zo, meneer Jansen die zei, de wethouder die zei, eigenlijk houdt iedereen zijn eigen initiëring, hè? Dus de uren die hij heeft gekregen, hè? Voor huishoudelijke hulp. Wij geven de mensen daarvoor een budget van €75, is dat per maand of per week? Volgens mij is dat per week. Ja.
En dan heb je volgens mij de basis van 4 uur huishoudelijke hulp. En mensen die daar niet mee uit kunnen komen en niet financieel draagkrachtig genoeg zijn, die krijgen eventueel nog een aanvulling vanuit de gemeente. Ja. En dan zou eigenlijk dit verhaal zou niet kunnen plaatsvinden. Nou, dan spelen er 2 dingen. Mm-hmm. Mensen die niet uitkomen, die kunnen extra ondersteuning krijgen. Mm. Mensen kunnen het ook niet eens zijn met hun indicatie. Ja, ja. Als jij zegt van, ik krijg 4 uur toegewezen, maar ik wil 6 uur, of ik heb behoefte aan 6 uur, ik kan het niet redden zonder 6 uur, dan kun je in beroep gaan tegen het besluit van de indicatiesteller. Dat betekent dat je een procedure bij de gemeente ingaat. Mm-hmm. Krijg je wel of geen gelijk. Samen met de VVD heeft D66 er echt voor gepleit om een sociale ombudsman voor dit soort zaken in het leven te roepen. Mm-hmm. Helaas hebben we dat niet gewonnen. Deze commissie heeft besloten dat deze familie onterecht een beroep deed op extra uren. En dan ga je naar de rechter, wat mm-hmm. de samenleving weer heel veel geld kost en heel veel energie kost. En ja, kan iedereen wel die stap aan? Dat is mijn vraag. Maar deze mensen hebben die stap gekund, zijn naar de rechter gegaan en zijn in het gelijk gesteld. Ja. Wat wij nou het liefste zouden willen... Heeft dat dan ook nog uitvloeisels voor anderen? Nou, kijk, wat wij het liefste zouden willen, dat die stap niet nodig was om naar de rechter te gaan, maar dat we gewoon een goede sociaal ombudsman nodig hebben in de raad of in de gemeente. En als dit zou mensen echt toe aan kunnen zetten, en ik hoop het eerlijk gezegd zelfs, want als ze er recht op hebben, moeten ze naar de rechter gaan om het recht af te dwingen. Ja, ja. En ik had het liever bij de ombudsman gehad, of bij de raadsman. De gemeente heeft er niet voor gekozen, dus nu is het de gang naar de rechter. Kost de mensen heel veel tijd, kost de mensen heel veel geld als ze in het ongelijk gesteld worden. En het verstopt gewoon onze hele juridische systematiek. In de traditionele gemeenschap, en dan zeggen ze altijd, beter ten halve gekeerd, hè? Ja, nee. Ja. En je zou nog eens een keer kunnen kijken, bijvoorbeeld als gemeente, van zouden we dan hier toch eens nog zo'n ombudsman in kunnen stellen? Ik denk het wel, ja. Ja, ja. Tuurlijk zou dat voor gemeentes wel een hele goede zijn. Ja, maar wij hebben ook te maken met een college dat volgens mij heel zelden denkt, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedraaid. Want er zijn heel wat grote projecten er doorheen geduwd, tegen wil en dank, met nog maar steeds een hele zware hypotheek op de toekomst. Ja. En maar kijken of we het rendement gaan halen wat er ooit beloofd is. Nou ja, de gedachte is ook een beetje van, kijk, als mensen de stap naar de rechter moeten maken, dan... Dan haken ze af. Haken ze af. Ja, en, ja. En dat is jammer, want je kan veel beter transparant zijn en een ombudsman aanstellen. Zuidwolde heeft er een, ja, hè? Ja, absoluut. Ja, waarom en hij functioneert niet? Prima, joh. En het is 8 uur per week dat die man functioneert, of mevrouw. 8 uur. En wat ik denk dat je dan meer gevallen krijgt. Ja, dat okay, wel. We zijn wat groter dan Zuidwolde. Ja. Ja. Maar het kost 2 keer niks en de gang naar de rechter kost gewoon veel meer. Ja, en weet je, het imago van de gemeente doet het zoveel goed, hè? Als je je transparant opstelt en zegt van, nou ja, goed, zijn er problemen, dan hebben wij daar een ombudsman voor. Althans wij, dat moet niet uit onze kas betaald worden. Ik hoorde meneer Roelofs dat ook bij het CDA, heeft men daar bepaalde inloopspreekuren ook voor? Dat mensen, hoe ligt dat bij jullie? Komen daar signalen ook binnen van? Of, Dit is natuurlijk een nieuwe problematiek. Het moet bezuinigd worden en tegelijkertijd moet je het organiseren. Mm-hmm. Er zijn nu veel uitspraken dat mensen van hun recht gebruik maken om bezwaar aan te tekenen. En die krijgen ook in sommige gevallen gelijk. Dat zal ook leiden tot aanpassing van wat er nu op papier staat. Dat is ook al gebeurd. En dat is ook wat gisteren aan de orde was. Wanneer ontstaat nou vooral een probleem? Dat is als je een standaard aantal uren bijvoorbeeld opgeeft. Dus zonder dat je maatwerk levert, zonder dat je eerst het gesprek aangaat. Je moet toch eerst zo'n gesprek hebben, zo'n keukentafelgesprek. Ja, dat moet wel zo. In Utrecht bijvoorbeeld, hebben heel veel mensen een standaard aantal uren gekregen. Nou, die worden daar keihard in teruggefloten. Nou, Hardenberg heeft niet zo gewerkt tot nu toe. Dus die heeft wel de keukentafelgesprekken gedaan, die heeft maatwerkregelingen gemaakt. En als je daar vervolgens nog bezwaar tegen hebt, dan zijn er mogelijkheden voor. En mensen zoals zijn daar nu naar op zoek. Ja. Dus sommige mensen zoeken de gang naar de rechtbank. En ik denk dat je dat dichter bij de mensen moet houden. Dus daar zul je uiteindelijk een vorm in moeten vinden en daar zullen we met z'n allen aan moeten werken. Maar dat is het nieuwe van die regel. Je zult met z'n allen een weg moeten vinden om het wel dicht bij de mensen te houden. Het doel is voor iedereen helder, dat iedereen een schoon huis heeft en dat hij dus zijn spullen netjes voor elkaar heeft.
En daar moeten middelen voor zijn. Ja, alleen die zijn niet vanzelfsprekend. Die zijn, dat zijn maatwerkmiddelen. Dus als ik het goed hoor, wat ik daar, een punt in vind, is dat het, dat het niet te ver moet gaan. Hè? We hebben iemand in, laatst, die heeft ingesproken in de raad. En die was ten einde raad. Ze was zelf, zat ze in de rolstoel. Haar man was ziek. En dan komt er zo'n triest verhaal. En dan denk ik, gemeente, je bent veel te laat. Gewoon veel te laat. Laat het eerder toe en ga met die mensen praten. En als het niet lukt, links of rechtsom, zorg dat je eruit komt. Maar laat het niet zo escaleren. En natuurlijk, je hebt je regels en we gaan die weg op, we gaan die weg op. En hoeveel tijd duurt het dan voordat er ingegrepen wordt? Dat vind ik belangrijk. Nou, ik ben het niet met u eens dat mensen, dan bijna gedwongen worden om te escaleren. Ik denk dat mensen hele goede ingang hebben bij partijen, bij gemeenten. Daar zijn echt wel de middelen voor. Niet iedereen weet de weg. Dus daar zul je met z'n allen meer informatie over moeten geven. Nou ja, maar dat is wel wat er nog op ons pad komt. En daar zullen we wel invulling aan moeten geven. Het zal toch wel eigenlijk zo moeten zijn, meneer Roelofs, dat je gewoon op de geëikte manier je recht kan krijgen. Dat je niet allerlei zijwegen hoeft te zoeken. Maar dat is altijd. Ja? Dus dat is vanzelfsprekend. Iedereen kan zijn recht halen in Nederland op verschillende manieren. En dat geldt ook voor dit soort dossiers. Heeft u geprobeerd om op de website van de gemeente te kijken welke stappen je moet ondernemen om te komen bij de klachtencommissie? Ja, als mensen dat niet weten, dan nog steeds zul je moeten die mensen moeten faciliteren. En ik ben 100% met u eens dat dat beter kan. Maar dat soort dingen kosten, net als andere zaken, kosten gewoon tijd. En je moet het met z'n allen organiseren. Ik denk dat er keihard aan gewerkt wordt. We zijn twee jaar bezig en we hebben het niet op orde. We hebben mensen die bij... toch echt tussen wal en schip vallen. We hebben mensen die naar de rechter gaan. Het is toch de verantwoordelijkheid van ons als gemeente om ervoor te zorgen dat als mensen met het velletje tussen de deur komen, dat we ze een helpende hand toesteken. En niet dat ze via een politieke partij of via een buurman die eventueel hulpvaardig is, maar dat ze gewoon op een heldere wijze terecht kunnen op een plek waarnaar hun geluisterd wordt en waar gezocht wordt naar een oplossing. Dus we hebben het 100% over eens. Dat is geen enkele discussie. We hebben mensen met lef nodig en we hebben ambtenaren met lef nodig. Ik vergelijk het met een onderneming. Zullen we het eens over iets anders hebben, mensen? Want, nou, ben je nog een nieuw idee hoor? Uw idee dan. En dan ik vergelijk het met een onderneming. Ja. Als ik nou 2 jaar lang zou doen over de implementatie van een nieuw product of van een nieuwe werkwijze of van nieuw beleid, dan was ik al lang failliet. Dat klopt, maar het presenteren van een nieuw PASOK in een markt is net iets anders dan de zorg voor mensen die per huishouden verschilt. Ja, maar, ik maar niet dan dat nog. Je dat soort zaken met elkaar moet vergelijken. Ja, maar dan nog. Ik denk als u dat niet vergelijkt met elkaar, dan kan je het eigenlijk ook niet aanmatigen om te zeggen van nou, het duurt nou eenmaal wat langer dat die wet wordt ingevoerd en het is allemaal nieuw. Dus die mensen moeten gewoon maar wat geduld hebben voordat het goed geregeld is. Dat is absoluut niet wat ik zeg. Dan heeft u mij niet goed begrepen of niet goed geluisterd. Daar gaat het niet om. Uiteindelijk zul je voor iedereen de beste oplossing moeten vinden. Nou, alleen het is te simpel om te zeggen, we hebben een algemene oplossing die geldt voor iedereen. Ja. Daarom heet het ook maatwerk. En dat heb je ook met producten en die kost ook iets langer om te implementeren. Ja. En dat geldt ook voor dit systeem. En dat is absoluut niet waar dat de gemeente daar niet toegankelijk voor is. En niet iedereen weet de weg, maar dat geldt voor alles. Er zijn ook mensen die moeite hebben om andere zaken via de gemeente geregeld te krijgen. En dat moet je 100% oplossen en ik denk dat we daar ook met z'n allen verantwoordelijk voor zijn. Ja, ik denk dat, als raad, ik denk dat als dat een hele goede afsluiting is en ik denk dat ook wat nu de centrale raad van beroep, dus eigenlijk de raad die boven de beraad van, heeft eigenlijk al gezegd dat de gemeentes eigenlijk veel te optimistisch zijn geweest in de aanpalende zorg. Hè, waarbij ik bedoel dan de buurman die komt helpen of de zoon of dochter die komt helpen, want de praktijk leert dat eigenlijk niet altijd verwezenlijkbaar is, bijna nooit. En dat eigenlijk een nieuwe maatregel moet zijn waarop men eigenlijk een nieuwe hulp moet gaan indiceren. Mm-hmm. Maar we hadden, en dat probeerde ik even net aan te geven, er was flink wat drukte van de week in de raadzaal. Mm-hmm. En dat had met name te maken met een school en die school die voelt zich ook wel flink benadeeld. En misschien dat jullie dat een beetje kunnen uitleggen. Ik begreep het allemaal niet zo goed. Er was een bouwplan en dat bouwplan was goedgekeurd een paar jaar geleden al. En nu kwam die school weer met, ja, maar we willen toch wel wat extra geld, want we willen wat metertjes erbij hebben. Nou, zal ik het simpel proberen uit te leggen? Ja, graag. Een school heeft een aantal leerlingen en op basis van het aantal leerlingen krijg je een aantal vierkante meters om de school te bouwen. Mm-hmm. In Lutte werd gezegd, wij willen graag een sporthal bij onze school, naast onze school. En door het bouwen van zowel de sporthal als de school behouden wij synergievoordelen. Ja. Daarnaast kwam het schoolbestuur ook met een aanzienlijke zak geld. En daarmee wilden zij mee investeren in de faciliteit. Mm-hmm.
Hartstikke goed. Prima tot zover. Totdat er daadwerkelijk plannen kwamen en die bleken, het aantal vierkante meters bleek groter te zijn, bleek hoger te zijn dan wat in die maatstaf naar voren komt. Dus ze bouwen eigenlijk groter dan op basis van het aantal leerlingen nodig is. Dat ze nodig zijn. Ja. En de redenen zijn hartstikke goed. De leefbaarheid Lutten, 100% mee eens. Alleen wat gebeurt er? Er komt een deel bijvoorbeeld voor de kinderopvang. Dat is een commerciële taak. Commerciële activiteit. Die kun je gymzaal, daar ging het over. Ja. Gymzaal. Ja. Die kun je faciliteren. Sporthal of een gymzaal? Wat is het? Want die had het over een sporthal of... Nee, gymzaal. Ja, gymzaal. Ja, ja, nou ja, goed. Want er is ook een heftige discussie over een, naast het nieuwe zwembad om daar een sporthal te bouwen. Maar dat, dit is dus eigenlijk een soort... Nee, het is een gymzaal. Het is een faciliteit om te bewegen. Oh, okay. Ja, het simpeler maken. Nee, goed, dan snappen we elkaar. Nou, uiteindelijk werd er naar gestreefd om daar zoveel synergievoordelen in te halen dat ze groter konden bouwen voor hetzelfde geld. Nou, dat is allemaal uitgerekend en dat bleek tegen te vallen. Er zat een gat in van 3 ton. En daarmee kwamen ze terug naar de wethouder. En dit was overigens wel Jans Jansen. Waar u hem consequent noemde, maar hij was er gisteren heel veel aan het woord. Alleen net vanuit huishoudelijke hulp was het Douwe Prinsen. Maar dat is een zijlijn detail. Dit had Jans Jansen helemaal uitgezocht. Die de vorige keer toen de mensen uit Lutten kwamen helaas niet aanwezig was. Dus dat was voor de discussie wel lastig. Daarom was het ook zo, omdat toen heeft meneer Prins hem waargenomen ook, hè, ten aanzien van... Nou, toen was het volgens mij zelfs meneer De Vent. Toen was het meneer De Vent. Ja, okay. Het zijn er maar 3, maar af en toe hadden ze er door elkaar. Ze lijken ontzettend op elkaar. En daar ontstond de discussie. Dus als je dan de hele discussie terugbrengt, ging het om een gat van 3 ton. Ja. Waarbij ze bij de gemeente kwamen, kunnen jullie ons niet helpen met die 3 ton? Ja. Nou, dat is gisteren aan orde geweest. En daar moest een oplossing voor bedacht worden. En er, er kwamen er 2 moties en daar snapte ik eigenlijk niks van. 1 motie die ging... Die vond ik wel leuk. Ik denk dat dat wel een goede is voor mevrouw Baarslag. Want als we dat nou vergelijken met waar de VVD gisteren mee kwam. Met de motie van geef maar een zak geld en ergens in de toekomst halen we wel opbrengsten. Dat strook nou weer net niet naar uw vorige positie van Leefbaar Hardenberg. Waar heel duidelijk in uw 11-puntenplan stond. Zorgvuldig met geld omgaan, geld van de belasting betalen. Je mag dat niet zomaar uitgeven. En als ik dan de motie van gisteren hoor, dan vind ik dat... Voor mij persoonlijk tegenstrijdig met uw eigen uitgangspunt. Dus ik was wel heel benieuwd hoe u daarin staat. Nou ja, we hebben het in de fractie besproken. Het punt is een beetje, die school die levert een zak geld in van 4,5 ton. Die zegt, wij zetten dat er al in en wij willen toekomstbestendig bezig zijn. Wij kunnen de exploitatie overnemen van de gemeente. De gemeente moet er nu voor zorgen dat die school en die oude gymzaal, dat die voor in lengte van jaren totdat de nieuwe bouw klaar is, dat daar geld voor geven. Daar heeft een gemeente dan geen moeite mee. Die school heeft gezegd, wij kunnen dat naar voren halen. Wij willen wat meer extra ruimtes gaan bouwen. Maar dat betekent wel dat we daarmee de exploitatie rond kunnen krijgen. Want wij willen voor de toekomst nadenken. Wij willen dat het bij de gemeente weggaat. Die hoeft er dan helemaal niets meer aan te betalen. We gaan het allemaal zelf doen. Hebben dat kleine beetje extra nodig. Nou, wij zijn een ondernemersclub. Dus we zeggen van, ja, als je daar nou een beetje geld bij doet... Een klein beetje geld bijdoet. Een klein beetje geld, denk ik. Ja, nee, maar. En je zorgt ervoor dat die exploitatie bij de gemeente weg is. Dus in de komende jaren dat ze daar geen kosten van hebben. Mm-hmm. Daar moet je een goede rekensom van kunnen maken. Dan zijn wij er voorstander van om nu te bouwen. En niet, zoals jullie zeiden gisteravond. Als het over twee jaar nodig is, dan gaan we dat wel doen. Want de kosten van bouwen over 2 jaar. Dat kun je wel uitrekenen. Dat is hoger dan wat het nu is. Maar ja, zeggen jullie dan van. Want dat heeft Henk tegen mij gezegd, dan is het voor kosten van de gemeente. Nou, wij zijn dan wij kijken er wat creatiever naar en zeggen van, dan is het ook geld van de gemeenschap. Is dat en als dat dan meer is dan dat het nu zou zijn, dan hebben wij liever dat het naar voren getrokken wordt. Ik vind het heel creatief. Ja, maar klopt het? En ik vind het ook heel pragmatisch. En ik hoop dat we ook in deze gemeenteraad naar de toekomst toe ons vaker en meer laten leiden door pragmatisme. Want waarvoor zitten wij in de raad? Waarom zijn wij gekozen? Dat is om beleid uit te voeren en zorgen voor oplossingen voor problemen. Hm. Ik heb ook met verbazing naar de discussie zitten kijken. Wij zijn natuurlijk een onderwijspartij. Ik zat er ook bij, maar... Dat je het op een gegeven moment over een gat hebt van 90.000 euro uiteindelijk, hè? Linksom of rechtsom, nou, dat moet u op even een som uitleggen. Van 1,7 miljoen.
Het ging, men kwam drie, meneer Roelof zei het net, het ging om 3 ton. Ja, maar de CDA-motie kwam met een dekking. Van 120, hè? Nou, in combinatie met op 210, ja, het wordt heel technisch. Ja, maar goed. Een ton van die 3 ton af, omdat dat met sloop te maken heeft, de herinrichting van het terrein. Dus 210. En dat is verantwoordelijkheid gemeente, dus zit je op 90.000. En uw partij die kwam ook op 2 ton of zoiets? En wij hebben toen gezegd, doe die 3 tonnen dan naartoe. Over 2 jaar is de hele bouw veel duurder. Ja. En zorg ervoor dat het nu geregeld wordt. Dan haal je het naar voren en dan kan die school door. U zegt eigenlijk die 90.000 euro, dat is eigenlijk... Nee, maar als je later op de avond zegt dat fusie gebeurt, dat moeten we toch even gaan onderzoeken, de voor's en de tegen. En niet met om en samen, waardoor je de kosten kan delen, maar alleen door Hardenberg. Dan denk ik, dan ben je dat geld ook al kwijt. En er was een projectleider geraakt dus voor een ton. In die zin zeggen wij, het is belangrijk... Ja, precies. Dus het is dat gedaan. Wij vinden het belangrijker dat die school voort kan... Ja, en, dan, en dat je dat dan even oplost als gemeente. Ik wil wel nog even bijzeggen. Ik vind het bizar dat er op zo'n heel budget, of een ton of 2 ton, dat er enorm over gesteggeld wordt. Mm-hmm. Ik leg toch ook de schuld een beetje bij het schoolbestuur. Want als zij in een eerder stadium, bijvoorbeeld bij Jannes Jansen, hadden aangekaart van... We willen extra vierkante meters, maar dan doen we een beroep op leefbaarheidskern, duurzame kernontwikkeling, et cetera, et cetera. Had men veel meer voor elkaar gekregen en was ook het college, want dat is nu de angst, als wij dit aan deze school geven, we moeten straks nog 15 scholen gaan verbouwen, komen ze alle 15. Nou, niet alle 15 zullen ze met 4,5 ton eigen geld aankomen. Weinig. Nou kijk, en dat is het punt, hè. Want dan zeggen wij die 4,5 ton. Ik moet nog zien welk precedent daardoor wordt gestart. Het is mij een beetje duidelijk. Komt er nog een vervolg op dit verhaal? Of is het al... Nou, de bal ligt nu bij het college en bij het schoolbestuur. Ik hoop dat ze er beide uitkomen. Dat ze allebei zoeken naar de pragmatische oplossing. Wij hebben ook het liefst morgen, overmorgen, de eerste schop in de grond. Ja. En laat het niet struikelen op een gat van 90.000 euro op een budget van 1,7 miljoen. Ja, maar... Goed, mevrouw, mijn heren. Heren. Pardon? Ik tel mezelf gewoon mee. Ik zit er al zo in. Maar dat is natuurlijk geen goede zaak. Maar we lopen toch langzamerhand naar het eind van de uitzending. En ik wil toch nog even een rondje maken om u toch even wat belangrijke dingen nog even te laten aanstippen. Bijvoorbeeld het uitrollen van het glasvezelnet in het buitengebied. En waarom alleen de Kogas dat mag doen. En waarom er geen andere partijen bij betrokken zijn. Dat zijn geen onderwerpen die je kunt aanstippen. Daar zul je echt tijd voor moeten hebben. Ja, dus goed, misschien dat u daar even iets over kunt zeggen. En misschien zijn er nog wel meer dingen die u even nog aan de kijkers van Wij Zijn Op Partijdag kwijt wilt. Mag ik u het woord geven? Ja, ik denk dat als je een onderwerp erbij moet pakken wat de laatste tijd belangrijk is geweest en ook de typische rol van raadslid naar voren brengt, dat is het onderwerp rondom de OZB, wat de vorige keer op tafel kwam in de raad. IJzersterk voorstel van heel toevallig het CDA, maar dat terzijde. Voorstel wat gesteund werd door de gehele raad, dat vond ik echt mooi om te zien. Goed om te zien dat het zo werkt, maar ook dat iemand komt inspreken, dat hij gehoord wordt, dat er een oplossing gezocht wordt. En dat waar wij zeggen dat de vrijwilligers een belangrijke rol hebben in onze samenleving, dat je die moet faciliteren en niet moet opzadelen met een hoge OZB. En ik denk dat we daar als raad echt een heel mooi moment hebben beleefd met elkaar. En dat je echt denkt, van, nou, daar doe je het dus voor. Daar maak u bedoelde eigenlijk die vestigingen van buurthuizen en dergelijke, die ineens een behoorlijke aanslag voor de WOZ krijgen. Ja. Ja, om het even als u mij toelaat om het even wat neer te zetten. Ja, dat is lijkt me inderdaad heel. We hebben deze gemeenschap die draait voor heel veel op vrijwilligers. En die mensen die moet je omarmen en niet afstoten. Hè? Want als je ze niet hebt, dan ga je de bietenbrug op. Helemaal mee eens. Maar ik denk dat dat iets is wat de raad voor elkaar heeft gekregen. Om pal achter die mensen te gaan staan. Die, waar we heel veel van vragen tegenwoordig. Die krijgen ook steeds een belangrijke rol in de samenleving. En die moet je niet dwars gaan zitten met torenhoge aanslagen. Duidelijk. Mevrouw Baarslag, had u nog iets voor... Ik vind het ook wel een heel mooi voorbeeld. Hè? Ja? Waar ik zelf mee zou willen komen. Wat mij de laatste tijd ook wel... echt is opgevallen, is dat soms krijgen wij stukken voor van het college en dan komt de gemeente, zeg maar de kern die erover gaat, Cipulo, was een heel mooi voorbeeld, die komt dan massaal inspreken, omdat zij totale andere ideeën hebben over wat zij daar in hun kern willen. Mm.
En dat staat dan zo haaks op wat de gemeente voorstelt. En ik zou willen, want dat doen andere gemeentes soms ook wel, of meer structureel, dat er van tevoren meer overleg is met mensen die een bepaald onderwerp hebben wat ze heel erg raakt, voordat wij een voorstel van het college krijgen. Ja, u had het want over je krijgt een hele verkeerde beeldvorming. Over college de bouwkavels, wil, ja, precies. Ja. College wil alleen maar hun eigen bouwkavels kwijt. Dus helemaal niet gevoelig voor wat wij vinden. En daar komen dan hele lelijke woorden over tafel. Denk, ja, dat is nou jammer. Daar zou je vooraf moeten kunnen kortsluiten. Dat lijkt mij heel logisch, ja. Mevrouw Hansen. U heeft waarschijnlijk ook nog een heel logisch onderwerp. Heel logisch. Nou ja, aansluitend op mevrouw Baarslag, maar ook meneer Hoelofs. Burgerparticipatie vind ik een van de belangrijkste dingen. Mm-hmm. He, als burgers de schouders eronder zetten, zie je dat ze heel veel voor elkaar krijgen. Zie je in de kernen, zie je in Sipkelo, zie je in Lutte. Heel mooi initiatiefrijke gemeente is Hardenberg. Ik wou als uitsmijter toch even de Wereld Moestuin erin gooien. Vanavond was er commissievergadering in de Provinciale Staten. Daar is de Wereld Moestuin het initiatief om naast het AZC een dagbestedingscentrum te beginnen voor de asielzoekers. Is in de Provinciale Statencommissie genoemd als voorbeeld. En de Provinciale Staten worden opgeroepen om in alle gemeentes waar AZC of andere vormen van opvang komen, ook dagbesteding te gaan besteden. Ja, de manier waarop dat gebeurd is, keur ik ontzettend af. Dat is uw totaal idee. Niet in overleg met de bewoners daar, terwijl dat de afspraak was. Er is heel veel overleg geweest met de bewoners. Te laat ben ik met u ja, eens. Ja, naderhand. We hebben onze hand in onze boezem gestoken. Enorm, enorm, enorm. U kunt blijven herhalen. U kunt ook naar de toekomst kijken en gaan zien dat het probleem, of het eventueel probleem van de omwonenden, opgelost wordt omdat de mensen daadwerkelijk zinvolle dagbesteding hebben en niet gaan zwerven in de buurt. Ja, maar daar ging het niet om. Het ging erom dat het procedureel anders had. U kijkt naar het verleden, mevrouw Baarslag. Nee, natuurlijk kijk je naar het verleden. Het verleden bepaalt de toekomst. En als je er niet van leert, dan wordt de toekomst niet beter. Wij hebben ervan geleerd. Goed. Precies. Nou, het komt vast nog een keer terug, dit onderwerp. Ik vond het toch al met al een hele leuke uitzending. Ik weet niet wat u ervan vindt. Ik hoop dat u het daarmee eens bent. En ik zou u nogmaals alle hartelijk willen bedanken voor de komst hier naartoe. En graag weer, want u zei het net al, meneer Hoelofs, nou, over dat uitrollen van dat glasvezel net, daar moeten we het nog eens een keer over hebben. Nou, absoluut. Graag. Perfect onderwerp om het de volgende keer erover willen hebben. Ik wil de kijkers van Wij Zijn TV ook bedanken dat ze weer hebben gekeken naar Wij Zijn Onpartijdig en Politiek Correct. En graag weer tot de volgende keer. Bedankt. Dan hebben we de wijn niet eens op. Toen zie ik niet, jullie wel. Ik wel, maar ik durf het. Ja, maar jij was zoveel aan het woordje hoor. Okay. Je had geen tijd.